Ladies and gentlemen, a very warm welcome here in Veese, one of the villages of the municipality of Heerde. And a special welcome to our friends from Baskortostan. От имени 4-миллионного населения Республики Башкортостан приветствую вас и благодарю муниципалитеты Херде и Олсвей за сегодняшнюю презентацию памятника Северным Амурам здесь, на берегах реки Эйсел. Более двух веков назад войска во главе с генералом Бенкендорфом завоевали победу для вашей прекрасной страны. Mijn naam is Troel Strien, burgemeester van Olsterwij en de opvolger van Gilles Schouten, die burgemeester van Weijen was ten tijde van de aanwezigheid van de Wachtieren. In Weijen, daar hebben de Wachtieren onze bevrijders kampement gehouden voordat ze de overtocht over de IJssel hebben gemaakt met de Schipsbrug. Gebouwd ongeveer tussen 24 en 26 november. Hele strategische toegang en dit is 2,5 maand in gebruik geweest. Paschieren. Let u op de hele speciale mutsen die zij dragen, waardoor zij heel duidelijk herkenbaar zijn. Baskortostan, bijna 4000 kilometer hiervan verwijderd. En als u er naartoe wilt rijden, dan schijnt dit de snelste weg te zijn. Op 26 november 1813 staken de Baskieren hier over van de Weijerse kant naar Veese over een schipbrug die hier was gelegd. En dat deden zij omdat de Fransen in Deventer zich hadden ingesloten in de stad en daar niet wensten te vertrekken. En daardoor moesten ze de rivier over en om van deze kant ook Deventer te kunnen benaderen. Die Baskier liberated our country from French supremacy. And they did this with actually a small group. They lost already a quarter of their regiment. And when they arrived here, they must have been only 300 men in several thousands of military men. He came through here and through the Netherlands. But they must have been rather impressive. Benkendorf did know already from his time in Orenburg the Baskier very well, and he sent out his Baskier in all sorts of directions. They were very fast horsemen. They used not to a gun like everybody did at that time already, but they used bows, as you can see here, and they were on rather short horses, so they looked a bit like Cupido. And therefore, they got the name the Northern Amours. Сегодня перед вами выступят наши артисты. Это всего лишь небольшая часть нашего великого культурного наследия, нашей великой культуры, культуры башкирского народа. И мы надеемся, что вы получите самые приятные впечатления. De Baskierse ruiter, die ongetwijfeld de eerste was die overkwam
Want hij wenkt zijn collega's van kom maar, we kunnen hier veilig oversteken. En de generaal die dan te zijner tijd aan de overkant wordt neergezet en die dat allemaal met zeer veel genoegen aanziet omdat zijn mannen erin slagen om de overkant van de IJssel te bereiken. We hebben hier drie plaquettes in de drie talen die hier een rol spelen. Natuurlijk het Nederlands, het Russisch en de taal van Baskortostan. En die plaquettes zullen uiteindelijk, als het water weer gezakt is, worden aangebracht op de sokkel waarop het ruiterstandbeeld nu is geplaatst. Dus we zijn historisch gezien de Baskieren erg dankbaar voor het feit dat zij ons hebben verlost van het Franse juk, zoals dat heet. En ook al is dat ruim 200 jaar geleden, het blijft niettemin een historisch feit van belang. People who are interested in military history may remember paintings devoted to the Napoleon era. We see on many of these paintings Pashkin's cavalry men. And they were actually the driving force of the Russian army. And they were, like I said, feared by the French army, and they played this major role. Для нас очень важно, что вы сегодня храните историческую память с благодарностью о наших предках. И сегодня душевное спасибо хочу сказать от имени Республики Башкортостан нашим Йорну Буйсману, господину и госпоже Дуне Вервей, и самое главное директору управляющему фонда Альберту Адамсу хочу сказать большое спасибо. И хочу сказать нашему соотечественнику, автору памятника Александру Таратынову большое спасибо от Республики Башкортостан.